Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag dit koord haken en ik vind het echt een heel leuk idee om dit te haken. Het heeft maar 3 steken en het is echt makkelijk aan te leren. Je moet wel even wennen en ik heb nu een grove haaknaald gebruikt. Haaknaald nummer 9 en ja, onbekende wol voor mij, maar goed, het is My Boshi. Zoals je dit misschien ergens aan kan komen, maar het is, mag met ieder soort garen kan je dit haken. En je kan ook een extra naald erbij zetten als je een beetje glad garen gebruikt. Maar in ieder geval hartstikke ja, bedankt voor het kijken naar mijn YouTube video's, want het motiveert mij iedere keer weer om iets nieuws te bedenken en dan weer te filmen. Dus we gaan zo beginnen en ik zou zeggen blijf kijken. Ik knip deze even af, zodat we opnieuw kunnen beginnen. En je begint met een opzetlus. En ik weet niet of je wel eens een opzetlus gemaakt hebt, maar we beginnen er gewoon mee. Je draait je garen, je houdt het uiteinde aan de ene kant vast en dan pak je andere einde en dan draai je je garen zo over het uiteinde heen. En dan pak je met je 2 vingers het uiteinde op en dan is dit al de opzetlus. Trek je daaraan aan het uiteinde, dan pak je je haaknaald en je steekt in. Je maakt 3 lossen, 1, 2, 3 en dit is het begin voor je koord. Kijk, je koord, ja, dit is heel lekker fluffy. Dit is echt een leuk koord voor, ja, als je dit nodig hebt voor om een vest heen. Of, ja, je kan er van alles mee, hè. Touwtjes om een capuchon, door een capuchon heen. Of een rand ergens omheen. Het is echt mooi. Maar goed, we zijn begonnen, dus. We beginnen dus met 3 lossen. Dan steek je in de tweede in en je haalt je draad op. En dan steek je in de laatste steek in en je haalt je draad op. Dan haal je deze 2 eraf en dan steek je je vinger door. En dat kan natuurlijk omdat we vrij dik garen hebben en een dikke haaknaald. Dan haal je weer je draad om en je haalt hem door de eerste lus. Dan pak je die tweede lus van je vinger en dan haal je weer je draad op. En door 1. De laatste lus insteken en door 1. En dan heb je weer 3 lussen op je haaknaald. En dan ga je weer je haaknaald eruit halen. Je steekt je vingers door de lussen, slaat om en door de eerste lus. Je pakt je tweede lus op en je haalt door. Je steekt in. Derde lus, je haalt je draad op en je haalt door en je hebt weer 3 lussen. Dan haal je weer die 2 lussen van je haaknaald af. Dan steek je je vinger in. Draad omhalen en door de eerste lus. Dan pak je je tweede lus weer op. Je moet wel zorgen dat je alle draadjes hebt, want anders wordt het niet zo netjes. Alle draadjes omslaan en je moet hier goed je vinger in houden. Anders ben je die lus kwijt. Doorhalen. In de laatste lus insteken, omslaan en doorhalen. Dan heb je weer 3 lussen op je haaknaald. Je zet weer je vinger in die 2 lussen. Je haalt je draad weer op door de eerste lus. Je steekt je draad weer in of je haaknaald in de tweede lus en je haalt je draad op in de derde lus. Omslaan en je hebt weer 3 lussen op je haaknaald. Je haalt ze er weer af. Je steekt je vinger erdoor. Omslaan en doorhalen. Door de tweede omslaan en doorhalen. Door de derde omslaan en doorhalen. Dan heb je er weer 3.
Dan weer haal je ze er weer af. Je steekt je vinger erin door twee lussen, omslaan door de eerste lus, insteken, omslaan door de tweede lus en insteken en omslaan door de derde lus. En zo maak je het koord. En vanzelf gaat het dan, zeg maar, valt het tegen elkaar aan. Dus dit was echt heel makkelijk, maar je moet het wel eventjes oefenen, en zeker met glad garen. Dan moet je een extra naald pakken, want anders dan glijdt het gewoon weg en dan krijg je het niet voor elkaar. Dus door de eerste, omslaan door de tweede en door de derde, omslaan door de derde. Kijk hoe mooi dat je een koord kan maken voor om een vest of waar je het ook voor wil gebruiken. Je vingers erin, omslaan door de eerste, insteken, omslaan door de tweede en weer de derde lus, omslaan door de derde. En deze wordt echt lekker fluffy. Dat is ook wel heel mooi hoor, dat het mooi valt. Gaan we het nog één keer oefenen. Je haalt je steker af. Je doet je vingers in de lussen. Omslaan door de eerste. Je pakt de tweede lus. Omslaan door de tweede. En door de laatste insteken. Omslaan door de laatste lus. En je ziet hoe makkelijk en hoe snel dat je een koord krijgt. En dit koord is echt een lekker fluffy koord, lekker los. Maar wil je een ander garen, ja, dan moet je ook het bijbehorende haaknaald gebruiken. Dit was weer Iedereen kan haken. Graag abonneren op mijn foto hieronder. En hieronder staan de duimpjes graag omhoog, want dan weet ik ook of je de video leuk vindt. En ik zou zeggen tot de volgende video en bedankt voor het kijken.